De Cubaanse overheid wil de Surinaamse witte rijst importeren. Om over te gaan tot de import voert de Cubaanse ambassadeur in Suriname, Igor González, gesprekken met minister Rubin Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Afgelopen vrijdag heeft de ambassadeur een concept samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan LVV. Vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken waren ook aanwezig bij deze gelegenheid. Het is de bedoeling dat rijstexporteur Bhagwat Prasad Ramadien wordt belast met de export van rijst naar Cuba, die Suriname ook wil bijstaan in de uienteelt. Tijdens een bezoek aan Cuba in december heeft Permisser kunnen bewerkstelligen dat Suriname goedkoop ureum kan kopen in Cuba. Dit is in het voordeel van de rijstsector. Als tegenactie zal Suriname Cuba assisteren in het verbouwen van hooglandrijst in Cuba.